Nou, een spannend moment voor Linde Nijland en Bert Ridderbos. Want ze gaan nu toch echt vertrekken op hun reis van 15.000 kilometer naar Bhutan. Tanja, is het echt zover? Het is nu echt zover. En voor de kijkers die ons niet geloven, ze gaan echt weg. We hebben niks in scène gezet. Het gaat echt gebeuren nu. Hey, is er nog iets bijzonders dat je hebt meegenomen dat je denkt, nou, dat kan ik nergens anders krijgen, dat moet mee? Ja, er is wel iets. Ik eet altijd biologisch en volkoren. Dus wij hebben een heleboel pakken broodmix ingeslagen. En een broodbakmachine mee, dus gaan we onderweg lekker ons brood bakken. Ja, super handig. En jij bent ook een liefhebber ervan? Ja. Dat witbrood en stokbrood, dat is... Daar word je ook flauw van, hè? Ja, dat vind ik niet zo lekker. Nee. Nou, ik zou zeggen, neem afscheid van je vader. Zou je wel hier? Ja. Meneer Bert, toch? Goeie tijd. Ja. Het is wel blijven Groningen. Ja. Ik ben een import Groninger ex-Fries. Dus, we bellen wel, hè? Nou, goeie reis. Doe voorzichtig. Ja. En dan laten we het van je horen over 2 maanden. Ja hoor, dan komen we weer langs. Doeg! Doeg! En als nou die auto maar start. Ja, dat komt helemaal goed. Ik moet even de vloer voorgroeien, dat is een diesel. Goeie reis! Doeg! Doei! Over 2 maanden hopen we ze hier weer veilig terug te zien. Dit was Groningen vandaag voor vandaag. Morgen.